Een patiënt van Cubaanse afkomst is vanmorgen vanaf een stellage bij de derde etage van het Academisch Ziekenhuis gesprongen. Het AZP heeft in aanloop naar de sprong de politie en brandweer ingeschakeld en heeft samen met de ordendienst en de bewaking van het ziekenhuis maatregelen getroffen om het ergste te voorkomen. Een oplettende bezoeker die het Portugees machtig is, probeerde in de tussentijd de patiënt op andere gedachten te brengen. Om de taalbarrière te overbruggen, heeft de directie de aanwezige Cubaanse medewerkers, bestaande uit medici en verpleegkundigen, ook ingezet om de patiënt op andere gedachten te brengen. Helaas is hij na 2,5 uur van bemiddeling toch van de stellage gesprongen. Hij kwam terecht op een van de matrassen dat het team klaar had gezet op het dak van een van de omliggende gebouwen. De patiënt is tot nog toe stabiel en goed aanspreekbaar. Het motief achter zijn daad wordt nog onderzocht. De directie bedankt in deze vooral de oplettende bezoeker die voordat de ordendienst aanwezig waren, erger heeft proberen te voorkomen.